Hey iedereen, ik ben Bo van Lazy Plant en in deze video ga ik het hebben over mijn eerste scores van 2021 wishlist planten. Let's go! Dus even een disclaimer. Ik ben nu bezig met zelf mospalen te maken en ik had van alle mos gekocht, dus sphagnum mos, forest mos, terrarium mos, whatever, noem maar op. En ik had voor deze beauty een mospaal gemaakt. Maar het laatste pakje dat ik open heb gedaan was forest mos en ik kan echt al zeggen, doe dat niet. Dat stinkt echt keihard. Elke keer als ik voorbij die plant kom of ik bekijk die van dichtbij, echt, it stinks. Dat ruikt zelfs niet naar een moeras of zo, of weet ik veel wat. Dat stinkt echt een uitwerpselen. Daar ruikt dat echt naar. I don't know what happened, maar never again. Gebruik sphagnum mos, dat ruikt niet zo hard en eigenlijk ruikt het zelfs een beetje fris. Kunnen we deze niet zeggen. Dus ik wou eigenlijk eerst een wishlist video maken voor 2021. Maar ik merkte al snel dat ik aan een half uur zat en ik was nog maar aan mijn eerste soort bezig. Dus daarom, ik ga proberen elke keer met 5 of meer planten een video te maken waarin ik laat zien dat ik ze al heb gevonden of dat ik ze gescoord heb, gelijk dat ik juist heb gezegd. Ik vind dat iets fijner dan gewoon een foto te laten zien van oh kijk, deze plant wil ik, maar ik heb hem nog niet. Nee, ik vind het leuker om plantjes te laten zien. Dus het zijn 5 plantjes die ik al heb kunnen scoren en ik ga met de eerste en de grootste beginnen en waarschijnlijk ga ik al hebben van niet echt een wishlist plant, maar oké. Voor mij dus wel. En dat is dus deze. Dus de eerste wishlist plant die ik terug in huis heb gehaald. En niet letten op die mospaal, die is veel te groot. Ik was een beetje te enthousiast. Meer ga ik er niet over zeggen. Dus, get your pretty face out there. Dus deze is een Philodendron Verrucosum. En ik heb er vorig jaar eentje gehad, ja, it died. En ik dacht, witte, als ik daar niet te veel meer aan denk, dan ga ik die niet meer in huis halen. Maar eigenlijk is deze echt een van de mooiste planten, allee, toch zeker van Philodendron, waar ik echt wel verliefd op ben en waar ik echt elke keer naar grijp. Allee, dan stikt die mosbal. Dus de Philodendron Verrucosum. Waarom is dat mijn wishlist plant? Ja, look at it. Het is gewoon. Ik hoop echt dat jullie er iets van kunt zien, maar die hartvormige blaren daarvan en dan zo die wat rodere achterkant triggers my heart every time. Hè. En dan zo dat velvet. Oh, I love it. En ze hebben ook zo een beetje een fuzzy stem. Ik weet niet of je dat gaat kunnen zien. Het is redelijk zwaar. Maar zoals je hier ziet, piepert keihard. Wacht. Dus zoals je een beetje kunt zien, hebben die echt zo'n harige stengel. En dat is ook wel zoiets dat ik dacht van, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. I love it. En als we dan toch over verrucosum bezig zijn, ik wil nog wel graag andere, maar momenteel zijn de prijzen een beetje te hoog naar mijn zin. Dus een El Choco Red is ook super mooi. Die zijn eigenlijk rood van stam. Allee, bij deze zie je dat ook wel een beetje, maar die is roder van stam en heeft een rode achterkant. En I love it, hè. Wie wil dat nu niet? Maar doe ze verrucosum. Ik ga erover stoppen, want ik kan er echt een hele video over maken.
hope this one stays alive. Maar als ik er zo mee blijf gaan rommelen, dan zal het niet erg zijn, denk ik. Dus dat was mijn eerste plantje van mijn wishlist 2021. Ik wil echt 2020 zeggen, maar thank God dat we dat jaar al voorbij zijn. Maar niet echt thank God, want we zitten nog altijd hetzelfde schutje, maar whatever. De volgende plant die ik in huis heb gehaald, die dus op mijn wishlist stond, is dus de Aglaonema Pink Emerald. Ja, het is een kleintje, ik weet het. Niet echt striking als je daar zo in kijkt. Allee, ik vind hem wel super mooi, hè, maar ik had hem wel een beetje groter verwacht. Maar oh, ik zag deze online en ik dacht, wauw. En ik ben normaal gezien niet voor roze, maar deze vond ik echt mooi. Deze is zo van dat... Ja, het begint fel roze, maar het eindigt zo wat in een flits roze met groen. Ja... De emerald. I love it, hè. En ik ben eigenlijk al wel even zo wat into aglaonemas of Chinese evergreen. Maar ik had eigenlijk nog geen wishlist plant in huis gehaald. Omdat ik zo... Allee, aglaonemas zijn heel gemakkelijk. Maar je weet nooit niet wat een specialere type gaat doen in huis. Dus ik dacht... Ik ga er eentje bestellen en de rest wacht ik nog wel even af. Dus de Pink Emerald, ja echt. Voor mensen die niet voor roze zijn, ja, ik hou hier echt van. Ik vind hem echt mooi. Ja. Ik had hem op foto gezien en... Ja, ik weet niet. Dit... Alleen het nieuw blad vind ik dan zo... Allee, als het blad juist inkomt, vind ik het minder... Dat is zo heel Barbie-roosachtig is. Maar toch heeft het niet. Ja, dus de Pink Emerald. En welke dat ook nog super mooi zijn. Ik ga een foto op het scherm laten zien. Is de Siam Jade. Echt waar. I love it. Die wil ik ook nog super graag. Deze heb ik nu van Nelumbo Garden besteld. En ja, was... Pretty duur, maar die Siam Jade wil ik ook echt nog super graag. Maar deze is dus al de eerste Pink Emerald. Wie had dat ooit gedacht dat ik iets roze in alles ging halen? Dus dan gaan we naar de derde plant en de vierde plant en de vijfde plant. Want ze zitten eigenlijk allemaal in dezelfde familie. Dezelfde familie, mijn broer. Ik ga beginnen met de kleinste. Dus ook een roze. Echt, kidding me. Ik moet geen roze hebben, ik vind dat niet mooi. Totdat ik deze zeg. Dus deze stond ook op mijn wishlist. En dat is een Syngonium Pink Spot. Het is een kleintje. Ik had hem eigenlijk groter verwacht, maar... Ja, ik vond dat wel leuk dat dat zo niet helemaal groen was, maar zo'n vuile roze kleur. En dan zo die, ja, roze vlekjes daarop. Ik vond dat zo wel een striking plant eigenlijk. Misschien dat veel mensen er iets anders van gaan denken, maar... Ja, ik zag hem online en... Ja, ik weet niet. Ik wou die direct. Het is weer een roze plant en ik zeg elke keer, ik moet geen roze plant hebben, maar ja. I like it. Dus, Pink Spot. En de volgende, dus de vierde plant in mijn wishlist scores, is de Syngonium Mottled. Applaus. Dat hadden we waarschijnlijk in de vorige video al gezien. I like it a lot, hè. Ze noemen deze ook wel de Syngonium Mojito. En ik kan wel inkomen waarom. Nu kijk ik echt goed in een mojito. Maar ik hou meer van een strawberry mojito. Maar deze mojito mag er ook zijn. Dus de mojito, mottled, whatever. Het is gewoon een kei mooie plant. Een uitstraling vind ik deze
mooier dan de meeste albo of witte variegata-achtige planten. Gewoon, ik vind deze veel meer fun. Die brengt zo wel leven in huis, vind ik. Als die daar staat, dat is echt een van de eerste waar ik ging kijken, omdat dat zo... Ja, dit... Misschien doet het mij wel denken aan alcohol. Kan daar ook mee zijn. Maar dus de vierde in de lijst. Syngonium mottled of mojito. En dan de laatste. De Syngonium variegata albo. Wel, wel, wel. Ik heb gezworen vorig jaar tegen vrienden van mij dat ik eigenlijk geen albo niet meer in huis ging halen als ik het woord albo of variegata eigenlijk al hoor. Nee. Dan triggert al iets in mijn hoofd. Maar ja... Nee. Ik denk dat iedereen daar een beetje een sucker voor is. Maar hij is wel goedkoper als de Monstra Variegata Albo. Of de Thai Constellation. Ja, Syngonium Variegata Albo, whatever. Het heeft wel één wit blad, dus ik ben bang dat ik die ga moeten afgeven. Maar we zullen zien. Maar ik vind deze ook wel mooier als die Monstra. Ik weet niet waarom, is dat nu het platform dat ik leuker vind? I don't know. De vijfde op de lijst. Gezworen dat ik er geen meer in huis ging halen en hier zit ik. Met twee planten in één pot, want de ene was niet genoeg. Ik heb er twee gekocht. Dus deze kleintje was apart en deze grote was apart. Nu merk ik echt net. En ik ga echt recht staan hiervoor. Ik hoop echt dat jullie dat zien, maar deze? Hoe vreemd is het, hè? Dat zijn echt worteltjes. En dat is sinds dat ik die mospaal erin heb gestoken. Dus dat werkt echt wel, want het wil zijn eigen echt al vast hechten in je mospaal. Dus buiten dat hem stinkt, doet hem wel zijn werk. Maar dit waren dus mijn wishlistplanten die ik al heb kunnen scoren. Ja, de albo was een verrassing voor mij. En zeker de pink. Ja, ik zeg altijd, ik moet geen roos hebben, maar... je kunt altijd van gedachten veranderen. Dus, allee, buiten de Pink Princess Philodendron, ik ga dat echt nooit niet in huis halen. Mijn mening gaat daar niet over veranderen. Zelfs als mensen mij dat gratis zouden geven. I don't want it. Sorry. Misschien moet ik een video maken over overhyped planten. Waar ik het echt niet van snap. Misschien wordt dat de volgende video. Als je deze een leuke video vond, vergeet niet te liken en abonneer op mijn kanaal. Dat kan mij erg goed helpen en ik zou dat heel leuk vinden. Maar als je dus graag een video wilt over mijn mening over de overpriced of overhyped, overrated, whatever, planten van nu, let me know in de comments of laat het me weten op Instagram bij BoLazyPlants. En dan zie ik jullie volgende week bij een nieuwe video. Bye!